Het is noodzakelijk om voor die rit voldoende koolhydraten binnen te krijgen. Ja, een ideaal ontbijt kan bijvoorbeeld muesli met mager yoghurt zijn. Voeg daarbij nog een handje noten en zaden om eigenlijk de aanvoer van je essentiële vetzuren omhoog te krikken. Ja. Ten slotte kan een stuk vers fruit voor de nodige vitamines en mineralen zorgen. Tijdens de rit eet je best één stuk vaste voeding per uur dat rijk is aan koolhydraten maar laag aan vetten. Bijvoorbeeld een banaan, een energiebar, een stuk peperkoek of een muesli-reep zelfs. Naar drinken toe, kies de best voor isotone drank. Die isotone drank gaat niet alleen je vocht aanvullen, maar ook je verloren mineraal, zoals kalium, magnesium en zout. Een minimum van 1 bidon per uur en eigenlijk 2 à 3 bidons per uur als het warm weer is. Na de rit neem je, om optimaal herstel te krijgen, best een recuperatieshake binnen het half uur. Zo'n shake die moet voldoende eiwitten bevatten, de juiste koolhydraten, goede vitamines en mineralen en enkele spierherstellende stoffen. Ja. In principe zou je dan binnen de 4 uur nog een goede herstelmaaltijd tot u moeten nemen, met voldoende koolhydraten, goede vetzuren en wat eiwitten. Bijvoorbeeld een pastaslaatje met zalm en enkele frisse groentjes erbij.